Nederland vecht al jaren tegen water en af en toe tegen Duitsers, maar nu tegen beide. Want we kunnen in Nederland de dijken wel verzwaren, maar als onze oostenburen dat niet doen, dan stroomt hier de boer alsnog helemaal onder. Wij staan hier op een heel mooie plaats, waar de Rijn ons land binnenkomt. Het plaatsje Spijk, heel mooi dorp. En dat is niet te vergeten en dat zou er helemaal wegspoelen. Dat is wel helemaal erg. En daar liggen wij wakker van. We staan hier op de Duitse dijk, daar is Nederland, hier is Duitsland. En als Duitsland aan deze dijk niets doet, en wij wel, dan heeft het geen nut. Het loopt hier overheen en het zal daar gewoon Nederland binnenstromen. Ja. Je hebt een verbinding met de IJssel, dus als het hier omhoog gaat, dan gaat en de Waal en de IJssel, dat gaat allemaal mee. Tot Zwolle en dan gaat het de polder in, dan gaat het de Zuiderzee in. Dan moet het daar naar de afsluitdijk. Er moet gehandeld worden, we hebben geen tijd om te wachten, want niemand weet wanneer het komt. En de inwoners van Tuindorp die hebben pas echt recht om bang te zijn. Want nog geen 20 jaar geleden werd hier de hele boel ontruimd. Dus toen stik het water ongeveer hier. Hè? Maar daar hebben ze een meter bij opgezet, hè? Op die dijk. Dus als we het doen met ons middelen en Duitsland doet niks, dan schieten we nog niet erg veel op. Ze zijn eigenlijk een beetje overgeleden aan de Duitsers, ja. Dat wel. Een boodschap voor de Duitsers is niet alleen maar van Basel tot aan Emmerik. We wonen er ook nog achteraan. We hebben wel over storm morgen, maar dat we dat het nieuwe record van waterhoogte hebben we morgen nog niet hier. Het is wel wat hier is, hè? Al die Duitse mollen, dat is wel een hele zwakke plek. Dan gaan we er even wat opleggen, dat wordt helemaal te gek zo. Dat is alle manier, denk je. We verzuipen met z'n allen. Hier, er gebeurt niks met.